Caprino Alendy is niet meer. De politicus heeft als voorzitter van de partij BEP onder andere gediend als vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Het overlijden van Alendy komt als een schok bij zijn partijgenoten. BEP-voorzitter Ronnie Assabina is aangeslagen. Het was Alendy die hem ondersteunde om bij de verkiezingen van de partij in februari 2018 de leiding op zich te nemen. Alendy was zelf ook kandidaat, maar trok zich terug toen Assabina zich kandidaat stelde. Tegenover onze nieuwsdienst zegt Assabina dat morgen in partij- en familieverband zal worden beslist over de uitvaart van de BEP-topper. Caprino Alendy werd 68 jaar.